Wat bekend is, is dat een klein gedeelte van de mensen die ziek zijn het virus ook uitscheiden in het afvalwater. 25 tot 50% van de mensen die het virus in zich hebben, die kunnen het ook weer uitscheiden. En dat kunnen we dus weer terugvinden in het afvalwater als het een bepaalde populatie is. Wij stellen ons afvalwater ter beschikking aan KWR en aan het RIVM. Zij komen hier de monsters ophalen en in hun laboratoria wordt het geanalyseerd op de aanwezigheid van het virus. We vinden het alleen terug, dus de niet-infectieuze deeltjes van het virus. En daarmee kunnen we dus iets zeggen over, zijn er meer of minder mensen in het gebied, hebben die het virus in zich. We zijn er ook nog niet precies dat we dat echt aan een heel precies aantal mensen kunnen linken. Zover zijn we nog niet met de methodes. Daar wordt nog heel erg aan gewerkt. En het precies aantal mensen is ook niet zo belangrijk. Het gaat echt om de trends. En wat zien we daarin dan? Nu zien we dat de grote piek, zoals we ook echt zien in de mensen op de IC's, de grote piek is nu weg. En waar we nu heel erg mee bezig zijn, is om de data uit het afvalwater te linken aan het aantal mensen die echt ziek zijn. En kunnen we daarin een voorspellende waarde vinden? Dus waar we naar op zoek zijn is, kan het afvalwater ons helpen om een andere piek die er misschien aankomt, om die te kunnen helpen voorspellen.